20 landen, 86 deelnemers. Het is bijzonder omdat er heel veel gevarieerde omstandigheden zijn. Dus heel veel gevarieerd onderwaterleven. We hebben het Grevelingenmeer, de Oosterschelde en het Veersemeer. En elk water heeft zijn eigen onderwaterleven en omstandigheden. En dat maakt het een heel bijzonder kampioenschap ten opzichte van de andere kampioenschappen. Omdat je daar meestal in blauw, helder, tropisch water duikt. Maar als je goed kijkt, zie je heel veel onderwaterleven. En daarom is het thema ook Come Closer. WK onderwaterfotografie. En op de Nikon stand kan je een duik nemen in een onderwatertank, onze onderwaterwinkel. Daar kan je allerlei wedstrijden doen, waaronder een mooie selfie maken. En met deze wedstrijd kan je een Coolpix AW130 winnen. Daarnaast hebben we ook een cameraloon. Daar kan je de AW130 lenen. Na 2 uurtjes breng je hem weer terug en dan krijg je de foto's mee op een SD-kaart. Goed aan de foto's dat de omstandigheden tijdens het kampioenschap echt fantastisch waren. De zon was er, het zicht was op zich goed en er was veel onderwaterleven te vinden. Dan, the big moment, the world champion. En de gold medal. Damir Surova, Kroatië! De wereldkampioen is Damir Surup uit Kroatië geworden. Die heeft een vijftal prachtige foto's ingeleverd waarmee hij hoog gescoord heeft. I'm Damir Surup. I'm from Zagreb, from Croatia, and I'm a new CIMAS world champion. My life is diving, photography. This is my life. And this now, it's my dream.